Zou je dat wel doen? Ja, ik ga het wel doen. Het is veel te koud, toch? Nou, voor sommige mensen niet. Voor verschillende openluchtzwembaden is afgelopen weekend het seizoen begonnen, vanwege de meivakantie. Maar het weer werkt niet mee. Temperaturen liggen onder de 10 graden. Koud. Het zwemwater zelf is beter van temperatuur. Maar dat alles nodigt nog niet uit om te gaan zwemmen. Ik was het seizoen liever begonnen met wat meer zon en wat meer warmte. Maar ja, dat hebben we niet in onze hand, dus we moeten het maar doen zoals het is. Dus is het personeel van Bosbad Vledder vooral bezig met kleine klusjes. Ja, enig. En het oplossen van kleine storingen. We hebben nu nog wat opruimwerkzaamheden van de opening. De vlaggetjes en alles kunnen opgeruimd worden. We hebben nog wat schoonmaakwerkzaamheden. Wat nog niet helemaal afgerond was voordat we open gingen. Dus dat kunnen we nog even doen. Er zijn nog abonnementen aangevraagd door mensen online. Dus die kunnen we ook nog maken. Goedemiddag, dames en heren. De temperatuur is goed voor koek en zopie. Maar wij hopen volgende week op warmer weer. Daarom blijven wij nu nog even binnen. Maar niet voor lang, want ineens komen er toch nog zwemmers die een duik willen nemen. Oh, lekker. Dat is zo lekker. Het bosbad wordt gerund door vrijwilligers en dus is alle bezoek die ze krijgen van belang. Bovendien is het seizoen nog lang genoeg om de eerste week goed te maken. Als het zomer gewoon heel mooi wordt en lekker warm wordt, dan hopen we toch met de mensen uit de dorpen en omliggende dorpen en natuurlijk de vakantiegangers wel de inhaalslag te kunnen slaan.